Als docent denk ik is het van belang om met leerlingen systematisch dat proces te doorlopen. En ook systematisch dat proces te leren. Van als je start, start met goede zoekvragen. En wat zijn dan goede vragen? Veel voorbeelden geven daarin. Maar vervolgens ook die stappen doorlopen. In de zin van wat zijn dan goede zoektermen? Welke informatie vind je? Hoe beoordeel je dat? Hoe organiseer je dan de informatie die je vindt en hoe presenteer je? Dus eigenlijk al die stappen die in die verschillende modellen die er zijn, zoals de Big Six, dat je die doorloopt. En wat wij bijvoorbeeld hebben gezien in onderzoek is dat als je daar bijvoorbeeld proceswerkbladen bij gebruikt, waarin je studenten ook echt of leerlingen die stappen laat opschrijven, van wat heb je eigenlijk gedaan, hoe heb je beoordeeld. Dat is in eerste instantie veel werk, maar dan worden mensen, studenten zich wel bewust van welke stappen zet ik eigenlijk. En uiteindelijk kun je dan dat soort werkbladen ook gewoon weer afbouwen in de zin van dat je al die tussenvragen die je stelt en die reflectievragen die je stelt afbouwt. En verder wat ook goed werkt, is werken met uitgewerkte voorbeelden. Dus laat eens een goed voorbeeld zien van iemand, van een leerling die dat doet. En welke stappen die zet en praat daar met leerlingen over. Zodat ze zich bewust worden van de stappen die ze zetten en hoe het beter kan.